Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve vissen voor de maand december 2021. Het is de tweede keer dat ik deze opneem. Ik hoop dat het geluid nu wel helemaal oké is. Ik heb geen idee waarom het niet het geval is. Mijn computer had ineens inderdaad besloten om het volume van mijn microfoon op nul te zetten of zo, of op heel laag. Wat de boodschap was van de vorige reading, mocht je hem niet hebben afgeluisterd, omdat hij gewoon echt vermoeiend was om zo stil dat hij was. De boodschap was, zeg gewoon ja. Dus gaat dat over een huwelijksaanzoek? Is dat luisteren naar wat jij echt wilt, naar wat jouw ziel wilt? Want er was ook echt iets met het loslaten van het oordeel van anderen, volgens het boekje, wat anderen ervan vinden. Nee, het is hier je eigen boekje schrijven, je eigen plan trekken en je eigen gevoel volgen. Zeg ja. Dus we gaan even zien wat de boodschap is voor deze maand december. Ja, ik heb eigenlijk alles al gezegd. We hebben de waarheid. Deze uil stapt boven het masker. Een masker die je voor je houdt, iets wat je misschien inderdaad beschermd heeft naar de buitenwereld toe. Hier sta je erboven in al jouw wijsheid, in al jouw liefde. En spreek je vanuit jouw hart, jouw waarheid uit. Is dat een liefdevolle boodschap die je brengt? Of is dat iets wat jij wilt doen, maar vanuit bezieling, vanuit je gevoel, vanuit je hart? Waardoor je boven jezelf stijgt. Maar vooral boven een masker die je voor jezelf hebt, of voor anderen hebt voorgehouden. Hier ben je je ware zelf en je spreekt dat uit. Ik heb yin, nummertje 2. Vrouwelijke, goddelijke, vrouwelijke energie. Voor mij zit een beetje de aas van kelken. Dus nieuw begin in de liefde en het uitspreken van de liefde. Volledig in je gevoel staan. Jan Kop voor met liefde aanbieden. En observeren nummer 49. Deze had maagd ook. Dus ja, er is een ei, er is een nieuw begin. Waar deze vos op zit te broeden. En die observeert met een verrekijker naar de maan. De maan zit ver weg, maar dankzij de verrekijker toch niet zo. Dus maar observeren. Een stapje terugzetten om het grotere plaatje te zien. Een nieuw beeld te krijgen van dat nieuw begin. Hoe dat vormgegeven gaat worden. We gaan het zien. Wat is de huidige energie voor mijn lieve vissen voor de maand december 2021? Dat is te veel. Energie genoeg, maar de huidige energie concreet. Dank u. De bestemming. Het Rad van Fortuin. Goddelijke timing. Het tij gaat keren, is aan het keren. Dit is voor mij ook echt wel een soort van karmische cyclus die afgerond wordt. Een les die je geleerd hebt. Waardoor je verder kunt gaan. Waardoor je naar de volgende stap kunt gaan. De bestemming. Jij vindt jouw bestemming. Oké. Okay. Wat is de uitdaging? Voor mijn lieve vissen. Oké, okay, uitdaging genoeg. Bewustzijn. De magier. Concrete uitdaging alsjeblieft. Eentje zal genoeg zijn voor deze maand. Dank u. Of twee. Oké, ik heb harmonie met de geliefde. Soulmate connectie. Nogmaals, dit kan een beslissing nemen dat je neemt vanuit je hart, vanuit je gevoel. Of dit is een soulmate connectie die aankomt, waar je voor open moet stellen. Of ben je al in een connectie, is dat de volgende stap? Is dat jouw liefde uitspreken? Het is een soulmate connectie, maar het is een uitdaging. Want we hebben ook de 7 van zwaarden. Teleurstellingen en jaloezie. De 7 van zwaarden spreekt effectief over weglopen van de waarheid. Conflictvermijdend zijn. Ertussenuit knijpen, omdat je iets misschien niet vertrouwt. Kan ook spreken over liegen en bedriegen en dergelijke. Niet helemaal eerlijk zijn. Maar hier heeft hij inderdaad ook een masker en die haalt hij eraf. Dus het is voorbij de illusies gaan, voorbij de maskers die je opgezet hebt. Misschien de beschermingsmechanismes die je hebt opgezet. Om die
Ja, om je emotioneel open te stellen voor de liefde. Ik kan niet anders zeggen dan dat. Is het professioneel? Is dat je gevoel volgen, een keuze nemen, een keuze maken vanuit het gevoel. Ja, je gevoel. Maar misschien heb je een bepaalde bestemming bereikt waar je zit. En is het tijd om jouw waarheid uit te spreken? Zullen we zien. Wat is het advies? Ze willen praten. 2 vieren. Nou hebben we 4 december een nieuwe maan. Een hele krachtige nieuwe maan. Zonsverduistering. Als ik me niet vergis. Heel krachtig in boogschutter. Dus misschien is dat een belangrijke datum. Het is het moment om nieuwe dingen te manifesteren en aan te trekken. Ik heb de 4 van Staven. Basis en verworvenheden. Hier hebben we een regenboog. Dus geluk na moeilijke tijden. De 4 van Staven spreekt over een nieuwe stabiliteit. De volgende stap binnen een relatie. Wat ik zeg, voor sommigen is het echt wel een verzoek. Een aanzoek. Een samenwonen. De volgende stap. Zij zitten samen te kijken naar een huis. Een gezin. Een nieuwe stabiliteit. Creëren. Dus ja, voor mij is jouw gevoel volgen en absoluut de volgende stap zetten. En jouw gevoel volgen met de hartchakra. De hartchakra openstellen. Je emotioneel openstellen voor iets. Ik weet dat ik met de vorige reading, nou, ik ga daar zo meteen misschien met de verklarende kaarten meer duidelijkheid over hebben, had ik ook wel het gevoel dat, wat ik zeg, het ging ook over het oordeel van anderen loslaten. Zodat je iets kon doen dat, ja, waar je zelf vol van loopt. In de liefde. Of dan wel, dat kan ook professioneel, dat je iets wilt doen dat niet conventioneel is, dat niet geaccepteerd wordt door de omgeving. Hier is het je hart volgen, een nieuwe stabiliteit voor jezelf creëren. Doen waar je echt blij van wordt. En de mensen zullen wel volgen als ze zien hoe gelukkig jij bent. Je moet, ja, voilà. Ik moest dat nog even kwijt. De uitkomst, alsjeblieft. De kruinchakra. Jawel, dat was inderdaad het gevoel wat ik daarbij kreeg. Wil je iets spiritueels doen, iets helends, iets wat ik zeg, wat een beetje buiten de begaanbare paden is, treed. En de 9 van Pentakels, materiële oogst. De 9 van Pentakels is voor mij de mini-keizerin. Hier pluk je de vruchten van je eigen werk, hier ben je blij, tevreden, trots op wie je bent, wat je hebt opgebouwd. Financieel helemaal overvloedig, onafhankelijk. Maar ook wel vanuit jouw hogere zelf. Met de 7e chakra, het kruinchakra, spreekt het over. Je bent in akkoord met je hogere zelf. Je wordt hier geleid door je hogere zelf. Je spiritualiteit, wellicht. En dat is als jij jouw zielsmissie, levensdoel inziet en volgt, geloof mij, het universum zal je helpen, zal je steunen, zal de wind meegeven. Dus wees niet bang voor het financiële, materiële tekort. Die angst is absoluut ongegrond. Maar zet de stap richting, ja, en volg je hart. Ik heb onderop de 6 van Pentakels, materiële en financiële voorspoed. Een mooie balans tussen wat je geeft aan energie en wat je terugkrijgt. Je energie verdelen. Verschillende taken, maar een hele mooie balans hierin. Financieel, materieel, ook in balans. Dus we hebben voorspoed. Wees niet bang. Hoi. Nog een keer. Nee, ik heb daar geen zin in hoor. Allee, 3 keer scheepsrecht. Dat is ook voor de maand. De maagdreading. Voilà. Verklaar de bestemming. Het Rad van Fortuin, alsjeblieft. Voor mijn lieve vissen. Voor de heilige energie. Dat zijn dus te veel. We hebben de keizer. De 7 van Staven. Zwaarder nog een keer. Veel 4 en 7. 7, spiritueel cijfer. En 4, wat ik al zei, stabiliteit. Ja, momenteel heb je een bepaalde bestemming bereikt. Waarbij je eigenlijk je hart niet volgt.
En eigenlijk wegloopt. Wilt weglopen van een situatie dat je aan niet meer dient. Je voelt het niet meer. Het is een beetje afgerond. Ik heb de keizer Ram-energie ondersteboven. Voor mij is dit iemand die... normaal is dat de zelfstandige, onafhankelijk. Weet wat hij wilt, creëert het. Dat is een baas, dat is een vader, een stabiel persoon. Hier ondersteboven. Voor mij is dat zelfs, dat kan spreken over narcisme, over iemand die manipulatief, niet... Het voelt niet heel positief en er is iets afgerond en bereikt waardoor waar je weg van aan het lopen bent. Je pakt je biezen en vertrekt. Er is wel liefde, maar niet meer genoeg. Of er is geen liefde niet meer. Professioneel, misschien ben je wel... Of heb je problemen met een autoritair figuur, een baas, een iets. Of ben je zelf baas, maar daarin niet meer blij en tevreden. Je volgt je hart niet. Je volgt je hart niet. Er is iets afgerond waar je van wegloopt. Verklaar de uitdaging. Want dat weglopen is dus wel onderdeel van de uitdaging. De aas van kelken, de vijf van zwaarden. En de keizerin. Ja, we hebben hier wel een match. Deze match voelt een beetje in disbalans, moet ik zeggen. Misschien is dat gewoon omdat iemand wel die stabiliteit wilt en de ander... ik voel het hier niet per definitie, maar het zou kunnen spreken over bindingsangst of verlatingsangst. Waar je dus voor wegloopt. Er is nieuwe liefde. Er is in ieder geval iets waar je hart vol van is of gaat stromen. Soulmate connectie. Maar met de vijf van zwaarden, er is een intern conflict. Al die gedachten gaan alle kanten op behalve de goede. Je weet even niet wat de juiste gedachte is. Intern conflict of... een fysiek conflict zijn. Met iemand die jou zeer dierbaar is, waar een soulmate connectie mee is, maar ben je teleurgesteld of jaloers. Dat creëert wat conflict. Er is hier iemand die je heel, heel graag ziet, die het echt wel... een oogappeltje is dat iets nieuws? Kan. Voor sommigen is dat absoluut de soulmate. Maar misschien uit vorige ervaringen, omdat je wel eens mee te maken hebt gehad met sterke connecties, maar die toxisch waren op de een of andere manier, waar je van weg bent gelopen, ben je dus nu bang dat zich dat herhaalt. Het advies is, zeg gewoon ja. Volg je hart, volg je gevoel, niet je angst. Verklaar het advies alsjeblieft en ga, zet de stap. Dit is geluk na moeilijke tijden met die regenboog hier. Een nieuwe stabiliteit. De koning van kelken, vis energie, hier ben je. Liefdevol, gevend, nog een keer vis. Hi. Er zijn heel veel diepe gevoelens die je draagt. En het is tijd om die uit te spreken, om dat te voelen, te doorvoelen en daarvoor uit te komen. En met de zeven van kelken te kiezen. Ja, er zijn meerdere visjes in de zee. Mijn lieve vissen. Ik heb de koningin van kelken onderop. Voor sommigen is dit wel echt de ultieme connectie. Wederzijds, heel veel liefde. Wederzijds, er is geen keuze. Er is geen betere optie dan dit. Grappig. Voor maagd was de boodschap, er is een betere optie. Voor jullie, het is precies kiezen van... Nee, ik. Soms kunnen we hebben, kiezen is delen, kiezen is verliezen. Hier, dit voelt precies als, je kiest helder wat jou gelukkig maakt, wat voor jou belangrijk is. En je spreekt je hier uit met de kruinchakra, hartchakra, koning van kelken en de maan.
Ik mis nog net de hoogpriesteres, maar dit kan absoluut voor mij ook spreken over spiritualiteit. De koning van Kelke is spirituele gaven ontdekken. En die dus ja, met de maan naar boven doen komen. De, jouw waarheid uitspreken, niet meer onderdrukken, niet meer achter een masker verschuilen. Volg je gevoel. En wat is dan de uitkomst? Een spirituele materiële oogst. De twee van pentakels. De dwaas, oké. Okay. En de vier van pentakels. De zon onderop. De gelukkigste kaart van het dek. Veel energie. Veel communicatie. En nog een keer deze koningin van Kelken. Dus voor sommigen die in relatie zitten, maar die gewoon inderdaad door jaloezie en teleurstelling een kleine bobbel in de road zijn tegengekomen. Dit wordt uitgesproken, maar schrik je liefde uit, dan komt alles goed. Wees niet bang en loop niet weg. Voor nieuwe liefde mensen, sta ervoor open en spreek je uit. Voor het professionele, ga je een... Misschien een combinatie doen tussen je huidige job en iets nieuws. Want ik heb hier wel de twee van pentakels. Dit kan zijn dat je je energie verdeelt tussen werk, privé. Heel veel aan het goochelen bent tussen verschillende taken en verantwoordelijkheden. Maar dus ook aan het combineren bent, aan het multitasken bent. Voor degene die een huwelijk nu moeten gaan plannen. Ja, er gaat even veel balletjes in de lucht zijn. Niks aan de hand. Materiële oogst. Dus je bent wel aan het bouwen naar een materiële, stabiele toekomst. Ik heb een dwaas, de sprong in het onbekende, een nieuw begin, van nul af aan beginnen. Hierbij heb je vertrouwen in jezelf, vertrouwen in het universum en maak je een sprong in het onbekende. En ik heb de vier van pentakels, daarbij moet je zuinig zijn. Voorzichtig zijn met je middelen. Ik heb hier twee en vier van pentakels om te komen tot die negen. Dus geef enkel uit wat je extra hebt, maar niet, dus wees zuinig gewoon. Voilà. Wees voorzichtig met je middelen. Want je bouwt rustig, wees voorzichtig met waar je je geld in investeert. Want je bouwt rustig wel aan een zelfstandige, onafhankelijke positie. Hele stabiele positie. En een hele gelukkige. Wat is de boodschap van het universum voor mijn lieve Vissa? Dank u, helder. Ik heb de dwaas nog een keer en de magier. Het is waanzinnig. 0 en 1, dus het zijn de eerste twee kaarten van de grote arcane. Dus het is echt een nieuw hoofdstuk die je aan het schrijven bent. Bestemming is bereikt. Je gaat nu naar de volgende stap, de volgende fase in je leven. Maar voor mijn gevoel ook volledig vanuit je gevoel, vanuit je hart. Je hart staat, als je het advies volgt, wagenwijd op. Omhels je ware lotsbestemming. Begin een nieuw avontuur. Heb vertrouwen in jezelf. De magier. Je hebt alles. Je kunt alles doen wat je wilt. Neem je leven in eigen hand. Alles wat je nodig hebt om succesvol te zijn, kun je zelf manifesteren. Wat ik al zei, die 4 december, een heel belangrijk nieuwe maan. Krachtige nieuwe maan om nieuwe dingen te manifesteren. Dus neem ook hier even de tijd om te visualiseren, op te schrijven wat jij wenst. Wat je manifesteert en manifesteer het mooiste. Zo wild als dat je maar kunt. Ik heb een videootje gemaakt over hoe te manifesteren en vooral hoe niet. Heb je die nog niet gezien? Ik zal de linkje bij toevoegen, want het is duidelijk de boodschap. En de 10 van lente. Het einde van een vermoeiende cyclus, het einde van het gevoel dat je er altijd alleen voor staat, dat je heel veel taken en verantwoordelijkheden en last op je schouders draagt. Waarschijnlijk. Alleen is niet meer alleen meer. Vraag anderen om hulp. Het boog kan niet altijd gespannen zijn. Gebukt gaan onder te veel verantwoordelijkheden. Voor sommige vissen, dit is voor mij een beetje een, dit is de burn-out kaart. Dus misschien ligt hij op de loer en let daarvoor op. Neem tijd en rust voor jezelf. Want die boodschap krijg ik hier niet per definitie. Maar die had ik wel in de vorige reading. Dus neem even tijd voor jezelf. Volg je gevoel. Niet wat anderen denken, wat de mening van anderen, de teleurstelling. Ben je bang om anderen teleur te stellen? Ben je daar heel trouw en loyaal in? Nee, nee. Het is tijd om voor jezelf te kiezen.
Dat is de boodschap. De laatste boodschap van mijn lieve vissen. Dat gaan we niet doen. Nee. Spiegel. Wie of wat brengt jou in verwarring? Een spiegel. En dat kan ook, zeker als het inderdaad een hele sterke soulmate connectie zijn, dat jullie elkaar spiegelen en dat het daardoor af en toe botst. Neem een pauze. Loop niet langer in de tredmolen van het leven. Neem een pauze. Onderop. Dus ja, de spiegel. Wie of wat brengt je in verwarring? Ga ik die lezen? Het is nog een redelijk nieuw deck. Dus ik ken niet alle... Spiegel nummer 44. Iets met vieren. Ja, 44 is ook echt wel een goddelijk getal. Dus is het iets spiritueels? Is het iets... Ja. Je bent geleid, begeleid door het universum. Hoe wij het leven ervaren wordt 90% bepaald door onze ondervindingen. Door de gevoelens die wij aan iemand of aan iets toeschrijven. Wanneer iemand ons aan een vervelende, onopgeloste ervaring herinnert, dan geeft het een naar gevoel. Dat gebeurt vaak onbewust. Mensen en dingen kunnen ons een spiegel voorhouden om eens na te denken over datgene waarvan we menen dat echt in ons is, dat echt is in onszelf, in het leven of in het universum. De spiegel geeft ons licht en donkere kanten aan. De spiegel laat ons ook zien dat we wat we moeten accepteren en wat we moeten laten zien of liefhebben. Deze kaart geeft aan om eens goed te kijken wat de omstandigheden of de mensen op dit moment bij je teweeg brengen en wat ze je laten zien. Wanneer heb je dit gevoel eerder gehad? Kan het zijn dat het aanzet tot helen? Of brengt het iets aan het licht dat je zeker moet loslaten? Of zeker moet laten zien? Ah ja, je liefde moet je laten zien. Ah ja. Dat betekent dat het zowel goed als slecht kan zijn. Het goede, je bewondert iemand en zet hem of haar op een voetstuk. De keizerin, die heb je hoog zitten. Als je niet beseft dat je niet zoals hem of haar bent, of dat hij of zij je daarom aantrekt, dan zul je hem of haar neerhalen om op hetzelfde niveau te komen. Mm-hmm. Het slechte, als iemand jou veracht, jaloers op hem of haar bent, haal je hem of haar neer. Als je niet beseft dat dit iets in jou naar boven brengt, dat nog moet geheeld worden, dan blijf je je gekwetst voelen. Dus deze spiegel is niet voor niks. Het is tijd om dat te onderzoeken. Van waar komt dat vandaan? Is dat iets uit het verleden? Is dat iets uit... Voel jij je daardoor onzeker? Omdat je iemand inderdaad heel hoog hebt zitten? Heeft dat te maken met... ik heb hier de ouders. Hebben je ouders je een bepaalde gevoel van onbekwaamheid niet goed genoeg gegeven? Waardoor wat nu getriggerd wordt... Onderzoek het, heel het. Er liggen onderliggende gevoelens die boven water moeten komen en geheeld worden, zodat jij emotioneel in balans kunt komen, open kunt staan. Oké, heel mooie reading. Ik hoop oprecht dat je hier iets aan hebt, mijn lieve wissen. Laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een bijzonder liefdevolle, mooie maand december. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.